Het stationsgebied van Woerden gaat de komende decennia op de schop. Het wordt heringericht. En de inwoners mogen erover meepraten. Tijdens een werkatelier, waarin groepen kon worden meegepraat, werden de twee hoofdvoorstellen gepresenteerd. Een groene variant met veel groen, hoogteverschillen en zichtlijnen, en een blauwe variant, waar een deel van de wegen ondergronds komt te liggen en waar sprake is van een rustiger straatbeeld. Het merendeel van de deelnemers was het erover eens dat voor fietsers en voetgangers een meer dan belangrijke plek moet worden ingeruimd. De groene versie ziet er leuk uit, heel groen. Maar dat betekent dat je in de buurt van het station een hoogteverschil van 8 meter moet gaan overbruggen. Dat kan je natuurlijk geleidelijk doen, maar er is minder ruimte voor. Maar het blijft 8 meter wat je omhoog moet en weer naar beneden moet. Zowel voor voetgangers als fietsers. Dus dat is wat ons betreft niet ideaal. Dan hebben we de blauwe versie. En daar blijft het fietsen en voetgangers min of meer op het gelijke niveau zoals het nu is. Kleine hoogteverschillen. En maakt het daardoor veel meer toegankelijker en aantrekkelijker om door de stationsomgeving te gaan op de fiets of te voet. En van de ene kant naar de andere kant te komen. Een van de uitgangspunten van een herinrichting van het gebied lijkt te zijn dat er meer mogelijkheden komen voor fietsers en voetgangers. Is dat iets wat je toejuicht? Uiteraard juichen we dat toe. En wat ik ook zie in beide versies is dat er ter hoogte van de Beierenlaan bij Campina terrein ons fietstunneltje, dus ik zeg maar ons fietstunneltje, iedere keer weer naar voren komt, maar dat veel meer uitgenut kan worden om de bereikbaarheid tussen Noord en Zuid beter te maken voor de fietsers. En ook in relatie tussen Waterrijk, Snelle Poort en de binnenstad. De avond werd ingeleid door wethouder Arjan Noordhoek. Hij sprak de hoop uit dat er veel ideeën zouden worden aangedragen. En dat lijkt gelukt. Ik ben bij een aantal tafels geweest en wat ik net ook gehoord heb, is toch wel dat er een aantal de zaken die in de hoofdlijn wel genoemd worden. Dus duidelijke scheiding, fiets, auto, iets meer autovrij maken dan wat het nu is. Maar wel met een oplossing komen ook voor de auto aan de oostkant. Dus randwegen is wel een aantal keren genoemd. Maar wel met de wens om het gebied aantrekkelijker te maken en meer beleving te krijgen ook in het gebied. Van diverse kanten klonk door van zorg nou vooral dat dat doorgaand verkeer, wat eigenlijk niets te zoeken heeft in dat gebied, dat het daar ook niet komt. U haalde het al aan, randwegen is even over gesproken. En in dat kader wordt ineens ook weer gesproken over, kan die Kattenbroekertunnel niet gewoon open? Of een beetje breder maken? Want dat zou misschien aan die kant van Woerden wel een beetje het probleem oplossen. Kans van slagen van zoiets? Dat weet ik niet. Kijk, dat is mooi. We hebben tegenwoordig een model die dat kan berekenen. Kijk, wij hebben van de week met het wijkplatform Schilderskwartier, hebben we daar Schilderskwartier, Staatsliedenkwartier, hebben we daar ook gelopen, hebben we ook even gekeken. Kijk, ik wil dan wel weten wat voor aantrekkende werking je weer op verkeer hebt de wijk in. En dan krijg je, kan de Vosschanslaan het aan, kan de Kattenbroekerlaan het aan en dergelijke. Welke nieuwe stromen krijgen die je eigenlijk niet wil hebben. Dat wil ik ook wel in beeld hebben. Maar het valt op dat die vanavond meerdere keren genoemd is als een alternatief voor de ontsluiting. Het zou wel de toezeggingen van uw illustre voorganger Ton Groen en partijgenoot geweld aan doen. Hè? Want die heeft altijd gezegd, ga niet gebeuren, dat blijft de fietstunnel. Dat weet ik nog, want toen zat ik in de raad, dat is wel een aantal jaren geleden. Maar ik weet dat hij dat inderdaad gezegd heeft. Deels betekent het ook dat bepaald verkeer er niet doorheen kan. Daar is hij echt te laag voor. Dus dat zal het wel betekenen. Maar ik weet met welk doel die daar aangelegd is. En vandaar dat ik net ook zei, van we moeten dat echt heel goed bekijken. Welke consequenties het heeft voordat we dat doen. Maar het is wel een alternatief wat genoemd is. En wat ik dan vind ik ook wel echt moet bekijken. Wie denkt dat de schop al dit jaar de grond in gaat, heeft het mis. Er wordt nu gewerkt aan een visie en daarop volgen nog vele andere plannen. Het duurt nog wel even totdat er echt wat gaat gebeuren. Arjan Noordhoek gaat ervan uit dat er zomaar 20 jaar overheen kan gaan, alvorens het stationsgebied echt af is.